Ja, kijk, Sonny zou het beste advies moeten kunnen geven hoe je eerst die finale moet spelen. Nu zijn ze heel erg ontspannen. Dat waren wij ook. Wij gingen naar het strand toe. Nou ja, ik weet niet of jij dat ooit gezien hebt. Dat was gewoon handbal, rugby was het. En wat we allemaal deden, dat had niks te maken met voetbal. Nee. S'avonds begon het al een beetje te kriebelen. Het moment dat je het veld op gaat, weet je, met die fakkels allemaal en het geschreeuw, dan voel je die kriebels. En op het veld ben je het helemaal kwijt. Na de eerste bal ben je het helemaal kwijt. Dat zo zou het moeten zijn. Zo zou het moeten zijn. Ja. Echt hoor, maar ja, kijk, ik ben dan zo, maar ja, mensen zijn niet allemaal hetzelfde. Was jij je eerste finale al gelijk zo? Of is dat echt iets wat Cruijff ook zei? Ik heb het gevoel van wel. Dat ik de eerste, want hoe zenuwachtig je bent en hoe geconcentreerd je bent, je gaat alleen maar fouten maken. Dus je moet. Wij hebben toen ook nog, daar was Cruijff een voorstander van. Kennen jullie Del Ferro? Nee, zeg mij niks. Nee? Ja, zie je, nou, dan ben ik al te vol. Sorry. Dan ben ik al zo oud. Dat was de man van de ademhalingstechniek. Del Ferro is toen bij Ajax gekomen om ons dan dus de ademhalingstechniek te leren. Maar in ieder geval voor een wedstrijd zo te ontspannen. En is je toch een aantal weken bij ons geweest. Nou ja, dat heeft geholpen? Dat wilde Cruijff. Oh. Cruijff wilde dat. Oh. En je gebruikt het wel, want je bent gefocust op je ademhalingen, je middenrif. Ben je gefocust. Ja. En dan ben je niet met het voetbal bezig. Okay. Als je alleen maar gefocust bent op het voetbal, dan ga je dingen doen. Want ik weet hoe voetbal is. Dat is een goede tip, dus ademhaling. Ja. Sowieso, ja. Een van de... Wat is dat nou? Dat moet je leren. Weet je, want hij staat voor je. En dan gaat hij je voelen hier. En ja, wat is het nou?